Kijkers van Look TV, goedemorgen. Het is nog vroeg in de ochtend, maar we zijn getogen naar het terrein van SVV. En wanneer je dan op de fiets gaat en je gaat zo door die Hargalaan en je ziet de mist en hier en daar nog een konijn, dan denk je, ja, dat is toch mooi. Wat zijn we vandaag aan het doen? We zijn te gast bij SVV, want daar is Open Koffie. Naast mij voorzitter Hans van Dijk. Hans, goedemorgen. Goedemorgen, Jan Willem. Even Open Koffie, dat is een netwerkgebeurtenis waarbij mensen elkaar ontmoeten. Waarom doen jullie daar als SVV aan mee? Ja, ook om te netwerken uiteraard. We zijn een aantal jaren geleden begonnen met, met het netwerken. En eigenlijk is het belang van de vereniging om te zorgen, joh, haal sponsors binnen, haal mensen binnen die wat voor een vereniging kunnen betekenen. Dus eigenlijk is voor de vereniging net zo belangrijk als voor ondernemers. Ja. Nou, is dit natuurlijk niet het enige. Er wordt overal en op alle tijden van de dag genetwerkt. Is er niet dadelijk een soort gevaar dat er een soort vermoeidheid ontstaat in het netwerk in het algemeen? Ja, dat zou kunnen. We kiezen niet heel veel activiteiten uit. We hebben nu bij deze met John Smit zit afgesproken. En we kijken naar wat. Het moet ook een beetje binding met Schiedam hebben, met SVV hebben. Nou, je zei het al in je voorwoord, SVV, legendarische club, binnenkort 110-jarig bestaan. Ik weet nog dat we hier waren met het 100-jarig bestaan. Nou, we zijn alweer wat jaren verder, achter de foto van het oude elftal. Wat gaan jullie dit jaar aan het 110-jarig bestaan doen? Nou, eigenlijk niet veel. We bestaan 110 jaar en zoals zoveel verenigingen moeten we op de centjes letten. Ja. We houden wel een receptie en we hebben met de burgemeester afgesproken dat er waarschijnlijk een elftal van de gemeente komt voetballen. Dus. Okay. Nou, die hoeven niet in training, die hebben tijd zat om even lekker warm te lopen. Dus, Hans, je zei er net ook iets opmerkelijks. Je zei, we hebben een tijd lang SVV-SMC gegeten, we heten nu weer SVV. Dat staat voor Schiedamse voetbalverenigingen. Jij zei, iedere vereniging die wil kan zich bij ons aansluiten. Dat vraagt om opheldering. Ja, kijk, wij zijn een aantal jaar geleden, voordat we SVV zijn gaan heten, heb ik wel rondjes gemaakt met SVDPW, met HBSS. Over eventuele samenwerking, fusies, want dat is gewoon nodig binnen Schiedam. En toen zijn we eigenlijk op initiatief van een aantal sponsors zijn we SVV gaan heten. En SVV bestaat voor Schiedamse voetbalverenigingen, om daar natuurlijk ook SFC en Martinit niet tekort te doen. Want die bestaan er ook bij SVV. Ja, plus de mogelijkheid scheppen, joh, zijn er nog meer verenigingen die hier willen spelen? Dan kan dat altijd. Nou, jullie hebben altijd een fantastische jeugd, goede jeugdopleiding, daar staan jullie onbekend. Hoe zie jij de toekomst voor SVV? Ja, we hebben gelukkig nog steeds 26 jeugdelftallen. Helaas maar 3 seniorelftallen en dat vind ik nog steeds weinig. Het is gelukkig 1 meer geworden dit jaar. Ja, we hopen dat we dat minimaal kunnen continueren. En mijn wens is om nog steeds wat seniorelftallen bij te krijgen. Nou, lieve mensen, naast mij de organisator John Smits van Open Koffie, want zo heet dat hele gebeuren. John, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel keer per jaar doe je dit? Dit doe ik 6 keer per jaar. Ik vroeg het er net ook aan een andere gast. Bestaat er geen gevaar dat er een soort netwerkvermoeidheid ontstaat? Nee, en dat is juist de reden om het maar 6 keer per jaar te doen. Ja. Zodat je nu hebt, als je een keer overslaat, dan mis je 4 maanden wat. Dus het is echt wel, je bent gedwongen om erbij te zijn, zeg maar. Hoe evalueer je nou het effect van deze bijeenkomst? Ik merk dat aan bedrijven die eerst alleen komen en dan vervolgens met een collega en een keer erop met een klant. En ja, dat doe je niet als je het niet naar je zin hebt en er niks uithaalt. Dus dat is al een indicatie van succes. Nou, is natuurlijk de bedoeling dat mensen zaken doen met elkaar. Is dat iets wat jou ook te oren komt? Of zeg je van, luister eens, ik organiseer dit en wat daar buiten verder mee gebeurt, dat is niet voor mij? Ik hoor dat wel, maar ik ga er niet echt heel strak achteraan zitten. Maar ja, ik vind het uiteraard wel leuk om dat af en toe mee te krijgen. En ja, je merkt het gewoon doordat mensen actief de Open Koffie promoten, ook in de regio, dat zij daar enthousiast over zijn. Welke marktpartijen ontbreken nou nog? En welke marktpartijen zou jij er graag bij willen hebben? Lastige vraag. Ik denk dat de mix op zich goed is. En iedereen is welkom. Ik doe dat niet specifiek op een bepaalde branche of zo. We hebben al een aantal hele grote ondernemers erbij zitten, maar ik zou er graag nog een paar hele grote. We hebben natuurlijk in Schiedam een aantal wereldspelers. Ja, en die zou ik hier ook graag treffen. Ja, dan moeten we aan het water denken, zullen we maar zeggen. Even vooruitlopend, wanneer is de volgende? Misschien dat ze dan komen. Wanneer is jullie volgende netwerkborrel? De volgende Open Koffie Schiedam is tijdens de Expo 010 op 18 april. Die beginnen we met een Open Koffie en de hele dag zullen de ondernemers. De exposanten zullen de ondernemers bijpraten over de ontwikkelingen. Er zullen workshops zijn. En we sluiten dan af inderdaad met een borrel. Dus een hele dag van 9 tot 5 puur netwerken en verbinden. Ja, lieve mensen, dat is heerlijk. Het lijkt wel een soort nieuwjaarsreceptie. Dan probeer je ook iedereen snel te spreken. Naast mij Dave de Held. Hij is van de Rabobank. Dave, goedemorgen. Goedemorgen.
Netwerken, dat is in jullie wereld al een ouder begrip. Wat versta jij er zelf onder? Het is vooral wat mij betreft verbinding leggen, zoals we ook hier op de Open Koffie doen met de ondernemers van Schiedam in dit geval. En net al hele leuke contacten gehad over de businessclub van SVV, waar we hier natuurlijk nu ook te gast zijn. En ook weer wat bekenden tegengekomen, dus over het algemeen werkt dat wel goed. Je spreekt elkaar weer even. En dan is het weer makkelijker even elkaar dadelijk ook bellen vanuit de auto om een afspraak te maken. En dat is wat mij betreft vooral het netwerken. Gaan er nou daadwerkelijk mensen over tot zaken doen met jullie bank? Zeker. Ik bedoel, kijk, er zijn natuurlijk heel veel trajecten die al een tijdje lopen en die nog een klein duwtje nodig hebben. En daar helpen dit soort bijeenkomsten ook bij. Hele nieuwe klanten die op dit moment zoiets hebben van joh, ik zou wel eens in gesprek willen, want ik zit daarmee. Maar ook bestaande klanten, dat moet je ook niet vergeten. Je hoort natuurlijk ook wel eens van joh, ik heb toch een slechte ervaring bij wijze van spreken. Dan kan je daar ook gelijk op inspelen van joh, wat is er aan de hand en hoe kan ik dat oplossen voor je? Dit is misschien een onverwachte vraag. Ik probeer altijd ook een beetje op te komen voor oudere mensen. We hebben nog steeds een kleine generatie, die wordt wel steeds kleiner, van mensen die nog met het spaarboomboekje en het stempeltje aan het loket zijn geweest. Tegenwoordig moet alles via het internet, je moet met je telefoon geld op kunnen nemen. Wat doen jullie nou als bank toch nog een beetje voor die laatste groep ouderen? Dat is heel actueel, hè? Dus ik begrijp dat je dat inderdaad vraagt. We houden gewoon ook nog kantoren open. We zijn ook het kantoor aan het sluiten, maar we proberen in ieder geval ook nog kantoren open te houden. Bijvoorbeeld Zwaluwlaan is daar natuurlijk wel een goed voorbeeld van. Veerplein ook in Vlaardingen hier in de regio. En er zijn een aantal services, bijvoorbeeld dat heet dan geldservice, waarmee we ook bij ouderen thuis kunnen komen. En we zijn op dit moment zijn we bezig om echt adviseurs ook op te leiden om juist ook met die oudere groep om te kunnen gaan. Hè. Daar is over het algemeen toch wat meer geduld ook voor nodig. En we zien dat heel veel vragen oproept, ook bij jou, maar zeker ook bij de doelgroep zelf. Dus we zijn daar hard mee bezig om dat op een goede manier in te vullen. En ik ben ook bij een aantal mensen gewoon thuis geweest. Hè. Ik bedoel, we krijgen natuurlijk ook verontruste berichten over wat gebeurt er allemaal rondom de fusie van Schiedam Vlaardingen met Rabobank Rotterdam. Wat gebeurt er met de coöperatie, die natuurlijk ook hier en daar wel wat onder druk staat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je in gesprek blijft met je klanten. En dat doe ik ook persoonlijk. Dus ik ga ook bij de mensen langs en probeer uit te leggen wat er aan de hand is. En vooral ook te kijken van joh, hoe kunnen we je daarmee helpen. Ja. Ten slotte, even een korte reactie. Ik zag laatst op televisie de grote Rabobankbaas. Die gaf een aantal dingen mee, want zo werkt dat natuurlijk. En er stond bij, en als ik het niet goed heb moet je het zeggen, dat het personeel een beetje vriendelijker en opener moet zijn. Heb je dat gehoord? Nee, heb ik niet. Met de grote baas, daar bedoel je minder houdt mee, vanuit Utrecht. Ik heb dat niet zo meegekregen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Kijk, de organisatie staat wel wat onder druk. Dat heeft ook zijn weerslag op de mensen. Op het moment dat je aan het reorganiseren bent, ja, dan doet dat iets met je. En dan is het natuurlijk, ja, dan is het wel de bedoeling dat uiteindelijk gaat het om de klant. Dat je daarin ook wel gewoon inderdaad open blijft en op een goede manier het gesprek aangaat. Ik denk dat hij dat een beetje bedoelde. Wat is nou vanuit uw positie als wethouder van de gemeente Schiedam de winst om hier naartoe te komen? Dat is natuurlijk geen directe winst, maar het is kennismaken met name ondernemers. Die worden nadrukkelijk altijd uitgenodigd hier om te komen netwerken, met elkaar kennismaken, kennis delen. En bedrijven op die manier zorgen dat ze goed hun werk kunnen doen. Als we als gemeente daar een steentje aan bij kunnen dragen, dan doen we dat graag. En ik vind het leuk om onder de mensen te zijn, dus dat is win-win. Ja. Nou is dit natuurlijk puur gericht op het Schiedamse gebeuren, maar u bent als wethouder natuurlijk vertegenwoordigt u ook ons in het land. Zijn er ook landelijke netwerkborrels die u afloopt? Nee, dat doe ik niet. Ik kom wel bij alles wat met de haven te maken heeft. Zoals Delta Links onder andere. Daar wel. Maar verder landelijke of netwerkborrels, nee. Maar elke gelegenheid die je hebt is natuurlijk een beetje netwerken. Dus je contacten onderhouden is wel erg belangrijk in onze job. Nou is het natuurlijk een tijd dat iedereen graag een paar centjes wil verdienen. Schiedamse bedrijven zijn vertegenwoordigd. U kan soms dingen uitbesteden. U kunt mensen werk laten doen. Zonder al te chauvinistisch te zijn, mikt u dan eerst op Schiedamse bedrijven? Of zegt u van ja jongens, dat is gewoon een kwestie van offertes en geld? We hebben natuurlijk aanbestedingsbeleid. En het is erg verleidelijk om te zeggen van nou, Schiedamse bedrijven eerst. Maar dat zou wat kortzichtig zijn. Want als elke gemeente in Nederland dat zou doen,
dan zouden Schiedamse bedrijven ook niet meer in Vlaardingen of in Assen of in Weert aan de bak komen. Dus je moet dat voorzichtig doen. Je moet het aan een vrije markt voor een gedeelte overlaten. En natuurlijk vind ik het wel erg leuk als een Schiedamse bedrijf bij ons goed in de picture is en voor ons werk levert. En het gaat niet alleen om geld. Er zijn ook andere dingen die belangrijk zijn. Het wordt steeds makkelijker om in aanbestedingsprocedures ook andere eisen te stellen dan alleen maar wie heeft de laagste offerte. Het gaat ook om steeds meer gelukkig om kwaliteit. Maar je denkt ook wel eens aan je CO2 footprint of aan de nabijheid of hoe goed is een bedrijf in zijn service. Ook in zijn after sales service. Nou ja, steeds belangrijker en graag voor Schiedamse bedrijven, maar niet uitsluitend. Ja, ik vind het wel leuk, want ik kom ook nooit op een netwerkborrel. Nou ja, het is een beetje gejokt, maar niet te veel. Naast mij Tim van Doorn. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent de man zeg maar, in de makelaardij, huizen, bedrijven, gebouwen, dat soort zaken meer. Wat is voor jou de winst om hier te komen? Het netwerken, vooral ook de verschillende soorten bedrijven binnen Schiedam. Kijken wat voor mensen erachter zitten. Je ontmoet natuurlijk veel nieuwe mensen. En daar heb ik in het bedrijfsleven wel profijt van. Zo kan je onderling meer zaken doen. Ja. Als je nou heel eerlijk bent, hè, komt het nou daadwerkelijk tot zaken? Of zeg je, nou, daar moet je wel wat meer voor doen dan alleen een kopje koffie drinken? Ja, het is vaak meer het ontmoeten wat je hier doet. En dan in het vervolg dat je vaak, ik benader bijvoorbeeld liever zelf een Schiedamse bedrijf. Dat je onderling business kan doen. Dan dat je weer een bedrijf van buitenaf leert kennen. Dus ja, en vooral dit soort netwerkbijeenkomsten, draagt er goed aan bij. Heb je nou de indruk dat dit een doorsnee is van het Schiedamse bedrijfsleven? Of zeg je van nou, ik mis toch nog wel een paar takken van sport? De gemeente is hier altijd goed vertegenwoordigd. Dat vind ik ook heel goed. Die komen altijd met een leuke opkomst. Ja, ik denk voor weerspiegeling van het bedrijfsleven dat er wel aardig wat bedrijven altijd vertegenwoordigd zijn. Ja. Met wat moet er nou gebeuren om jou dadelijk tevreden naar huis te laten gaan? Dat je zegt van nou, het heeft zin gehad? Leuke mensen leren kennen. Interessante gesprekken voeren. Nou ja, en dan moet maar blijken later wat daar dan weer uit gaat komen voor de toekomst. Ja. Ja, lieve mensen, gelukkig nog een vrouw ontdekt in dit mannengezelschap. En een mooie vrouw. En dat geluk hebben we dan tenminste weer. Tanja Abrechts. Tanja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je was hier denk ik vanochtend al vroeg aanwezig, want je bent van de businessclub van SVV zelf. Ja, de businessclub Schiedam. Voorzitter, sinds kort. En ik was hier om 8:45, want ik moest eerst de kinderen naar school brengen. Dat hoort er ook bij als vrouw, hè. Dus vandaar dat er misschien niet zoveel vrouwen zijn. En daarna eventjes voorbereiden en proberen om hier wat sponsoren te krijgen. Hoe maak je dat nou leuk als vrouw zijn? Hè? Ik zeg het, zijn allemaal mannen, allemaal zakenmannen. Kostuumpje aan, autootje, kom maar lekker voorrijden, kopje koffie doen. Wat is nou jouw truc om het toch tot een geheel te smeden? Ja, we maken, ik denk gewoon een koffie, een koekje en eventjes een klein beetje aankleding en wat persoonlijke aandacht. En dan is het toch allemaal weer net eventjes wat leuker. Nou ben je ook namens SVV hier aanwezig. Wat probeer je dan heel gericht voor SVV te bereiken of binnen te halen? Wij zijn eind vorig jaar de businessclub begonnen. En dat houdt in dat we met wat Schiedamse ondernemers die iets hebben met de club, proberen om sponsoren te vinden die en met de club wat hebben en zakelijk wat hebben. En het leuk vinden om af en toe mee te gaan met een uitje. En dan proberen we daar die drie dingen te combineren. En te proberen om daar zoveel mogelijk mensen voor warm te krijgen. En een leuk clubje bij elkaar te krijgen die het hoofd een beetje boven water houdt van SVV. Voornamelijk de jeugd richten wij ons op. En dan met uitjes, tijdens die uitjes, gewoon ook nog zelf iets aan je netwerk te doen. Nou was het vroeger zo dat je, wanneer je als bedrijf wat voor een voetbalclub deed, dan kreeg je het bekende reclamebord. Je kwam in het voetbalkrantje te staan. In het ergste geval liepen de pupilletjes nog met de naam van het bedrijf op het shirtje. Wat is daarin veranderd? Of is dat nog hetzelfde? Dat is ook nog steeds hetzelfde. Je hebt natuurlijk altijd je sponsoren nodig die de naam op de shirt zetten. Want dan kunnen we de shirtjes kopen. Je hebt de borden nodig, zodat je hier het onderhoud weer kan betalen. Je hebt overal geld voor nodig. Alleen de businessclub is zo. Wij zetten niks van de businessclub mensen op de site of wat dan ook. Die mensen zijn er gewoon echt puur voor hunzelf. En wij vinden het leuk om iets voor de club te doen. En dat gaat gewoon, ja, je hebt zelf dan je eigen business to business. En dat is eigenlijk de meerwaarde die je dan krijgt om lid te worden van de businessclub. Nou, in ieder geval vandaag volle bak bij jullie in de kantine bij SVV. Dus ik hoop dat er heel veel leuke contacten uitrollen. En je weet het maar nooit, want dat is een beetje het spannende van dit gedeelte, denk ik.
Ja, het is zeker spannend en ik vind de opkomst erg groot. Ik vind het heel erg leuk. Mensen krijgen dadelijk als ze weggaan allemaal een envelopje mee met een kleinigheidje en een brief over de businessclub. Dus ze weten ons allemaal te vinden als ze lid willen worden. En wij blijven gewoon uitjes regelen. En we zijn bij Sparta geweest trouwens. We hebben Sparta MVV bijgewoond. We hebben John van Zweden bij ons in het programma gehad. Hebben we met z'n allen naar geluisterd en een etentje. Dus we gaan gewoon leuke dingen doen en proberen lekker de club weer terug te brengen hoe die was. Binnenkort 110 jaar bestaan, dan moet SVV weer helemaal in de picture zijn. Ja, 8 mei 110 jaar. Dus dan wie weet gaan we weer voor betaald voetbal ooit. Dankjewel en veel succes. Graag gedaan. Alsjeblieft.